Ik zit hier een beetje te tekenen nu. Zo in de felle zon. Het is heel bizar. Je ziet denk ik niet echt goed wat ik aan het tekenen ben, omdat het zo fel is qua zon. Maar het is zo fel voor mijn ogen, dat witte papier. Als ik dan tussendoor, als ik even getekend heb, mijn ogen zo dicht doe, dan zie ik echt de meest felle kleuren die ik me kan voorstellen. Verder dan gewoon zo. Op een dag zoals dit, als je gewoon om je heen kijkt. Heel bizar. Dan kijk ik naar het witte papier. En dan doe ik mijn ogen dicht zo, doe ik zo. En dan, dat is nu niet meer zo. Nu kijk ik even niet meer op mijn vel. Ik weet niet of het echt goed voor mijn ogen is, ik denk het niet. Maar het is wel heel interessant. En voor degene die niet snappen wat ik bedoel, ga het eens proberen. In de felle zon eventjes op een papiertje kijken en dan je ogen dicht doen. De kleuren lijken op een bepaalde manier haast feller dan wanneer het gewoon licht is en wanneer je gewoon kleuren om je heen ziet. Terwijl je met je ogen dicht zit, dus theoretisch, zou je eigenlijk helemaal geen kleuren, maar alleen duisternis moeten zien. Ik ben weer begonnen aan een dierenportretje, koning Ravi. Maar eerst, voordat ik deze af ga maken, wilde ik jullie nog even iets heel bijzonders vertellen over het grootste wonder op aarde. Waar ik dus eigenlijk even wat over wou vertellen, is het volgende. Wij mensen hier op aarde zijn allemaal, als we teruggaan, zeg maar, dan kan je eerst teruggaan tot de geboorte, hè? Dat is natuurlijk heel bijzonder dat je voor het eerst het licht ziet. Maar als je nou teruggaat naar de bevruchting, de daad, waar het allemaal gebeurde, hè? 1 miljoen zaadcelletjes waren in een gevecht om bij het eitje te komen. En wij hebben het gered. Wij hebben het gemaakt. Wij zijn die 1 uit een miljoen die het bewustzijn hebben gekregen. Voor mij is dit, deze gedachte, altijd zoiets bijzonders, hoopvols. Dat het leven 1 groot wonder is. Het feit dat wij hier nu zijn, dat wij hier bestaan op aarde, is dus eigenlijk 1 uit een miljoen. En als je daar diep over nadenkt, dan kan je je ook gaan realiseren hoe bijzonder het dan is dat we dit meemaken. We zijn hier in het leven en we zijn altijd bezig met, ik ben in ieder geval heel vaak bezig met dingen die ontbreken in mijn leven. Imperfectie. Was het maar zus, was het maar zo. Maar elke keer als ik daaraan denk, dan besef ik me, ja, maar ik besta gewoon. Ik had er ook niet kunnen zijn. Dus elke keer als ik denk dat ik iets tekort kom in het leven, dan herinner ik mezelf er weer aan. Het feit dat ik besta en dat ik 1 uit een miljoen ben, is zo'n groot wonder dat me weer doet beseffen dat ik niks mis. En dat is eigenlijk een hele belangrijke gedachte om in je hoofd te houden. Om elke keer dankbaar te zijn dat je überhaupt leven hebt. En het is natuurlijk, voor sommige mensen is het heel moeilijk. Ten opzichte van sommige mensen heb ik het gewoon heel makkelijk. Ten opzichte van sommige mensen heb ik het misschien ook een stuk moeilijker. Daar gaat het niet om. Het is wel, hoe moeilijk het ook is, wat voor een gevecht het ook soms is in dit leven, we bestaan. We bestaan gewoon. En dat is zo'n groot wonder. Als je daarover nadenkt, als je dat echt beseft, dan kunnen alle problemen van de dag in principe van je afglijden. En dan maakt het ook helemaal niks uit als je er op een dag een keertje niet bent, want we zullen allemaal een keertje gaan. Zoals jullie allemaal natuurlijk weten, ben ik gestopt met het dagelijks vloggen. En het lijkt me een goed idee en een leuk idee om in plaats van een dagelijkse vlog te laten zien wat ik allemaal doe en eet en zo, iets meer van dit soort dingen te doen. Filosofische, bemoedigende en inspirerende verhaaltjes. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Koning Ravi vindt het allemaal sowieso wel prima. En dat vind ik ook heel leuk aan het schilderen van dieren nu. Ik ben heel erg geïnspireerd door hoe zen dieren eigenlijk zijn. Ze zitten alleen maar een beetje te slapen. Af en toe rennen ze wat rond, lekker spelen. En natuurlijk lekker eten wanneer er een bordje eten voor ze ligt. Maar ze zijn dus totaal niet bezig met, oh goh, ik zat net in de auto en iemand sneed me af. En die stak ook nog een middelvinger naar me toe. Ik had eventjes zelf ook mijn middelvinger op moeten steken, maar ik heb het niet gedaan. Of iemand zegt iets heel naars tegen je. Oh, ik had dit moeten zeggen. Waarom heb ik nou niet,
Waarom heb ik nou niet ad rem gereageerd? Dan had ik kunnen weten wat voor een naar figuur ik de collega van mij vind. Al dit soort gedachten die ons de hele dag maar bezighouden, die hebben dieren niet. Maar dieren kunnen zich natuurlijk ook niet bewust zijn van wat voor een groot wonder het is dat ze überhaupt leven. Dat kunnen wij weer wel. Zou jij ook wel een dier willen zijn? En zo ja, wat voor dier? Laat het weten in de berichtjes hier beneden. Of ben je liever toch gewoon een mens? Ik hoor het allemaal graag. Het was in ieder geval heerlijk deze week om hond Ravi te kronen tot koning. Het is sowieso heel leuk aan deze serie portretten om huisdieren te maken tot baronnen, baronessen, koningen en koninginnen. En de aquarelschets die ik had gemaakt heet Woke Oak. Dit is een voorstudie voor een eventueel schilderij die ik misschien in de toekomst ga maken. Ik ben geïnspireerd door heel goed te kijken naar herfstbomen. Sommige bomen die hebben in de kruin een rode getint. Dan gaat dat langzaam naar oranje, geel naar beneden en dan is het onderaan groen. En daarmee zijn sommige bomen in de herfst net een soort regenboogboom. En zo besloot ik toen ik dit te leven afmaakte ook hier een soort regenboogachtig effect in te doen. Sommige groentes hebben ook een soort overloop in kleur. Maar dit is niet zo extreem, zo veelkleurig als die boom die ik in de toekomst wil gaan maken. Hij is klaar. De wijze wortel. Ik zie wat jij niet ziet. Misschien zien jullie het wel. Maar er is in dit schilderij weer heel veel te zien. Net zoals in heel veel van de andere schilderijen van de nieuwe serie Ik Zie, Ik Zie. En ook dit schilderij ga ik exposeren in Hattem. Vanaf 1 november ga ik daar in Hattem in het Voermuseum een expositie houden met allemaal schilderijen in deze stijl, in de Ik Zie, Ik Zie stijl. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik denk dat ik jullie dan volgende week zondag weer zie. Tot dan.